Dit was ook een week waarin we in Den Haag dingen hebben gezien die we eigenlijk nog nooit, tenminste niet dat ik me kan heugen, en ik draai ook al een tijdje mee, in het parlement hebben gezien. Laten we maar daar maar eventjes naar gaan kijken, jongens, als jullie dat filmpje klaar hebben staan. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer, dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Ik heb 25 seconden, die wil ik kort, als dat mag, gebruiken voor de hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg. Sorry voor het woordgebruik. Die komen van de achterban van onder andere ook Denk. Inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen dat ze met dit absurde beleid moet stoppen. Meneer Grapperhuis, u bent een intellectueel. Noam Chomsky, zegt u vast al wat? Een Amerikaanse linguist die al heel lang geleden zei: woorden doen ertoe. Woorden hebben consequenties in de echte wereld. Wat gaat u doen aan dit soort mensen die wiens woorden, want dat zien we allemaal om ons heen gebeuren, daadwerkelijk hele verschrikkelijke consequenties hebben in de samenleving? Nee, ik ga iets anders vragen. Nee, ik wil graag antwoord op mijn vraag. Nee, dat is een antwoord op uw vraag. Wanneer zendt u, ik heb de afgelopen tijd een paar keer stevige conflicten gehad met mensen die dit soort dingen zeggen. Die zie ik nooit terug op het nieuws of in de media. Er zijn dingen tegen mij en over mij gezegd in de Kamer, waarvan ik heb gezegd dat is gewoon schandalig. Mm-hmm. Het is ononderbouwd. Ik heb ook een paar keer duidelijk in de media aangegeven: mensen, je mag me massamoordenaar, weet ik veel wat noemen. Ik wil dat je het wel beargumenteert, want anders disqualificeer je jezelf. Maar dat je bijvoorbeeld het leed van anderen, de Holocaust, dat je dat gaat gebruiken om je punt te maken, dat vind ik werkelijk. Ik vind dat woord porno. Ja. En ik zeg het maar eens, maar wat mij nou opvalt, u stelt mij die vraag. En dan denk ik, ik ben al in november 2019 zijn mijn collega Dekker en ik bij het begin van ons begrotingsdebat door een Kamerlid uitgemaakt voor pedovrienden. En u merkt hoe boos ik erover ben. Ik heb daar het nodige over gezegd. Daar heb ik WNL op zondag en niemand anders ooit over gehoord. En ik moet u echt zeggen wat er deze week in de Kamer is gebeurd. Ik ken Sjoerdsma, dat is gewoon een fatsoenlijk Kamerlid die zijn werk goed doet. Hij is scherp, zeker ook op mij. Nou, dat tekent alleen maar dat het een goede kerel is. En ik vind het echt, dit soort dingen is wat mij betreft. U merkt dat ik er boos over ben. Dat is mijn excuus is dat we daar nog geen aandacht aan hebben. Maar dat u heeft gelijk. Maar mijn vraag maar dat is wat meneer Verlinde. Maar dat is wel wat meneer Verlinde ook zegt. Maar u bent ook minister van Justitie. Maar Rick, de pers heeft ook een rol. I know, maar we zitten hier met de minister van Justitie. Maar u gaat mij de vraag stellen. Door de overdaad aan talkshows die er is. Iedereen zit maar en pakt één ding eruit en gaat dat zitten oppompen, constant. Vanuit, dat is echt waar. Dat ben ik helemaal met je. Je hoort gesprekken uit België waar ze gewoon gezegd hebben: besteed er gewoon geen aandacht aan. En we zitten die discussie wil ik graag met je aangaan, want natuurlijk hebben de media, en daar weet je ook alles van, absolute verantwoordelijkheid. Ja. Maar we zitten hier nu met de minister van Justitie en Veiligheid en die wilde ik graag vragen wat u hoort, kunt doen maar aan datgene wat er in en buiten het parlement op sociale media gebeurt. We hebben nu een goede discussie, omdat ik dus zeg, hoor eens, ik maak dit al een paar jaar. Oh, goede discussie, maar ik heb er geen antwoord op mijn vraag. Ja, dat heeft u wel, want ik zeg u, ik ben er al een paar jaar geleden, heb ik gezegd, dit accepteer ik niet. Ik heb nog vorige maand in de Kamer gezegd, toen er een enorm akelige insinuatie werd gedaan over ambtenaren op mijn ministerie, heb ik gezegd, hoor eens, ik vind dat ik accepteer dat niet. Je kunt niet zomaar dit soort dingen roepen. En ik zeg heel eerlijk, meneer Grapperhaus. Nu komen we op een heel belangrijk punt. Ik kan uitdragen als minister van Justitie en Veiligheid, dat heb ik deze week ook tegen journalisten gezegd, normstellend zijn. Dit is voorbij de grens van een gewoon debat. Of het verder, of hoe de Kamer daarmee omgaat, daar ga ik niet over. Dat is onze machtenscheiding. En ook of het Openbaar Ministerie op enig moment zegt, dingen zijn zo ernstig dat we vervolging instellen. U weet, ook daar ga ik niet over. Dat moeten we ook echt. Dat is nou het goede van onze samenleving. Dat moeten we gescheiden houden. En daarom zeg ik ook, de mensen die op het punt van corona er een andere mening op nahouden, heb ik alle respect voor dat ze andere maatregelen willen. Maar je ziet, we hebben een democratie waarin iedereen zijn zegje kan doen. En als je dan gaat suggereren dat er een dictatuur is, dan zit je al verkeerd. En als je dit soort zinnen gaat uitspreken, ja, dan ga je wat mij betreft echt je boekje te buiten. En wat doet de minister van Justitie en Veiligheid eraan? Eens een keer hier in dit programma erop wijzen. Hoor eens, ik spreek me er iedere keer over uit. En laat dat dan een keer zien.
En ga niet, zoals meneer Verlinde zegt, iedere keer weer degene die dit soort dingen zeggen aan het woord laten.